De Dyson Sonnestoel doorkruist deze zomer opnieuw het Vlaamse land. Elke dag tonen we de plaats waar we onze stoel hebben opgesteld. Wie het eerst in de stoel zit, wint een GPS-toestel van Mio. Gisteren stond de strandstoel in Izegem. Degene die na de uitzending als eerst op de stoel zat met een fietspomp, was de winnaar. Yay! Proficiat Jolien Messiaan uit Izegem. Kijk van mijn fiets brandt de garage bij zonder schoen. Na te laat, hè? Ja, fietspomp mee, maar ja. Ja, ik zag ze liggen op de vensterbank in de garage. Ik zeg, ik ga ze maar alle twee meepakken. Vlug naar beneden gehold, de fietspomp van mijn buurvrouw, de fiets van mijn dochter. De klein verzetje, hè? Maar ja, helaas te laat. Ik sprong direct recht als ik zag dat dat een blauwe huis was. En ja, ik was onmiddellijk weg met mijn fietspomp. En ja, nu zit ik hier. Waar staat die stoel? Te wachten. We zijn te laat. Ik altijd. Zie, iedereen zat al eens in een pyjama klaar, fietspomp gehaald en toch zijn we te laat. Dat kan toch niet zien? Ik was al in mijn pyjama. Ik heb geen onderbroek aan, ik heb geen BH aan. En voilà. Maar ik heb toch mijn fietspomp bij mij. Ik niet geloof dat er nog zoveel ook op hakken zie je. Ik had het niet verwacht dat er zoveel ging afkomen. Het is echt, ja, echt leuk. Maar ja, ik ben toch niet meer de eerste. Maar nu komen we toch een keer op tv, dus ja, dat is ook wel iets. Ik had ze gezegd dat het blauw ijs was, maar mijn papa die geloofde dat niet. En dat ze een keer kon kijken en ik had een leuke. En mama zei dat ik 3 euro ging krijgen als ik gelijk had. Ik heb 3 euro. Ik kon het echt niet geloven. Het is zo overdonderend. Zeg geen woorden voor. Blijkbaar wordt er toch in Izegem zeer veel gekeken naar 1000 zonnen. He, het is magnifiek, he, ja, dat er zoveel volk op afkomt in zo'n korte tijd. Dankzij mijn fietspomp. Herken je waar de stoel vandaag staat? Zorg dan dat je er als eerste in zit en breng een medaille mee. Ben jij de eerste, dan win je deze mooie prijs. En dan nu Whiskas met 1000 stukjes heerlijke vis.